Yo, wat up mensen, mijn naam is Dylan, welkom terug bij een nieuwe Pokémon Emerald Randomizer, mijn kanaal de Pokémon Superweek. Het kanaal heet trouwens Rotjoch, en dat ben ik, want ik ben heel gemeen. Nee, in ieder geval mensen, welkom terug bij een nieuwe Pokémon Emerald Randomizer. In de Pokémon Superweek, dat betekent 3 Pokémon per dag, en dat betekent dat dit de derde episode is van de dag, want het is nummertje 11, want ik ben eentje vergeten gisteren, met een stomme fout, hartstikke dom, maar... Vorige keer heb ik Jiraiya gevangen, en die heeft een item bij zich, we gaan eens kijken wat hij heeft. Starpiece, nee, die geef ik terug. Starpiece, die mag je terug hebben. Dan mag je sterretje houden. Oh, dat gem. Oh, voor een hele hoge prijs gaat het verkocht worden. Nee, ik ga hem verkopen. Money! Alright, mensen, in ieder geval. We zijn nog steeds in Lava Ridge, volgens mij heet dit. Hier al. Of Venator. Ik ga kijken wat het heet. Weet je wat? Ik ga even kijken. Het heet. Lava Ridge. Ik had het toch goed. Want hier is Flannery. En Flannery is natuurlijk de Pokémon Gym Leader. Ondertussen wil ik even weten, wat vinden jullie van mijn nieuwe... thumbnails die uitgekomen zijn. Ik heb de nieuwe thumbnails, die hebben ze gezien. En oh god, het is een fucking puzzel. Natuurlijk, het is een vuur gym. Dus ik ga mijn waterpokken van aannemen. En het is een puzzel, dus laten we fucking gaan. Ik haat puzzels. Oh god, zit iemand in? Fucking hell. Goed, in ieder geval gaan deze niet proberen door te spoelen. Maar in ieder geval, we gaan proberen. Gewoon, misschien het dan maar wel. In ieder geval... Laat even weten, wat vind je dus van mijn nieuwe thumbnails van deze Pokémon-serie. Ik vind ze zelf hartstikke awesome. Ik heb ze zelf gemaakt. Maar als je hem leuk vindt, laat het even weten, jongens. Want ik vind het hartstikke belangrijk dat jullie ook gewoon genieten. Mooie thumbnails krijgen. Genieten van de eye candy die ik jullie geef. Alright, let's go. Icy, dit keer deze gym is speciaal voor Icy. Icy kan eindelijk laten zien wat hij waard is. Dus hopelijk gaat Icy het goed doen tegen deze vuurgym. Want daar heb ik eigenlijk een waterpokémon voor. Om vuur te verslaan in steen. Steen hebben we al gehad. Dat was gym 1. Die hebben we makkelijk kunnen verslaan met mijn Machoke. Met Bruce. Oké, maar hier is geen ander gat. Dus ik moet de hero sowieso dit gat niet hebben. Oh god, dat is even een stomme puzzel. Jou moet ik hebben, Flattery. Hallo. Oh god, dit wordt wat. Oké, hier naar beneden. Weer zo'n dapie. Aan de andere kant ook. Holy shit, ik ben ingesloten door 2 dapies. Nou, wat een double battle. We gaan iets skippen. We gaan kijken wat we winnen. Joe, een Numel en een Slugma. Nou, ik heb Icy en Flamy. Oké, Icy, jij gaat gewoon watergun doen op de die. En jij doet gewoon een quick attack op de Numel. Dat in de quick attack eerst aangaat. Boom. Oh, ik heb het kon hit. Dat is nice. Dus vond ik eens dood. Hij sowieso dood. Want hierna mag gewoon... sowieso mag Icy weer aanvallen. Dus dan gaat Slugma dood. Nou, Icy laat zien dat hij in ieder geval fucking sterk is. Dat is fijn. Tot nu toe heeft hij gewoon iedereen ge-one-shot. En ze gaan hem burnen? Wat willen ze doen? Ik maakte een grapje! Hoezo is hij burned? Het is een fucking water-Pokémon! Nou, ijs, maar goed. Hoe de fuck kan hij in de fik staan? Jesus. Nou, dat houdt in dat ik weer naar buiten moet. Verdomme. Ja. Fuck you, klootzak. Nou, we gaan naar buiten. Want ik ga hier naar buiten toe. Want ik moet zorgen dat ik hier gewoon mijn... naar het Pokémon... Even naar het PC ga. Om die burn eraf te halen. Want daar heb ik gewoon geen zin in. Die burn. Hups, oké. We gaan weer naar binnen. En we gaan proberen gewoon die leak te halen. Weer de gym badge te halen. Laten we het fucking doen. Het komt allemaal goed. Zo. We zijn weer terug bij af. We hebben het weer gevonden. En we gaan kijken hoe ver ik gekomen. Ik gok deze. Nice. Oh my god, weer 2 van die dapies. Watergun, die fucking Numel. Jij, Amber, die fucking Kecleon. Dat gaan we wel een klein beetje skippen, want jongens, het wordt echt te veel van het goede dit. Bite hem, nee? Ja, bite hem. Quick attack hem. Hup, quick attack en bite. Oh jeetje. Quick attack genoeg, doeg. Jesus Christ, man. Oké. Dit gat. Goed. Dit gat. Nice. Dat gat. Top. Dit gat. Nice. Dit gat. Nice. Dit gat. Ik ben weer met het begin. Are you kidding me? Fucking hell, man. Het gaat weer opnieuw. Nou, hierin. Jesus. Nou, dan gaan we weer. Hierin. Ik krijg hier 2 trainers op het dak. Hierin.
Daarin. Hierin. 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 Yes! We hebben hem gevonden. Hallo, oude sletterbak. What's up? Oké, welkom. Nee, wacht. Pony trainer. Je stomme trainer. Hoe goed dat je hebt gevonden hier. Oké, in ieder geval, dit is Flannery. Dat is de gymleader. En je moet me niet onderschatten hoor. Ze is heel aardig, zeg maar. Maar ze was sinds kort de gymleader. En vanuit haar opa heeft ze het geleerd. En ze laat zien hoe haar hete moves. Want ze is natuurlijk een vuurpokémon trainer is. Laat zien hoe sterk dat is. Nou, dat zegt ze allemaal. Ik zal mijn pak slaag geven. Oké, hopelijk wordt deze een stuk makkelijker dan Watson. Watson was echt een klote battle. Maar goed, ik heb level 30 IC op mijn... aan mijn kant. Dus laten we het even zien. Flash! Of de flash, zou ik zeggen. Water gun! Boom! Doei, Numel. Muscle. Ja, Numel gaat neer. Dat is easy peasy. Ik denk dat het wel een easy gym gaat worden. Omdat Icy gewoon zo'n fucking hoog level heeft. Dat is wel lekker. Want ik had nog getraind eigenlijk voor de gym. In de vorige episode. Maar... die waren er helemaal niet. Ik had het verkeerd gelopen. Ik dacht dat ik er toen al moest vechten. Maar goed, Slugma gaat ook neer. Icy level 31. Lekker Icy. Tot nu toe gaat het super makkelijk. Camerupt. Dat is niet al het sterkste Pokémon al. Level 26 Camerupt. Nou, Watergun. Oh nee, ik weet al het sterkste Pokémon. Dat is Torkoal. En weer super effective. Jongen, dit wordt te easy. Easy peasy lemon squeezy. Laatste is Torkoal. Zij het al, de laatste Pokémon die ze heeft. En dan heb ik gewoon, als het goed is misschien, als deze week een one-shotten, dan is het echt te easy. Level 29, oké. Okay. Wordt wat lastiger. Torkoal. Watergun. Zo, ja, hij is sterk, hij is sterk. Sunny Day laat de zon schijnen, dat haar aanvallen sterker worden. De zon schijnt! In mijn ogen! Oké, Watergun, nog een keer. Als je nog wel even crit. Oh, zo'n stukje leven! Oh god, Body Slam. Ah, dat doet helemaal niet zoveel. Sunlight is strong. Oké, daar komt sowieso een super potion aan. Natuurlijk, was te verwachten. Deze gym gaat een stuk makkelijker als de vorige. Dus het is wel waar ik blij mee. What a gun. Oh, wow. Dat doet nog minder damage. Ah, de zon hield in mijn ogen. Nog een keer. What a gun. Oké, dit doet minder damage dan ik had verwacht. Die what a gun. Oh, een kit van zijn body slam. Dat is niet zo fijn. Daar word ik niet zo blij van. Sunlight is strong. Nog een keer Watergun. Kom op. Nog een keer Body Slam. Alsjeblieft niet dood zijn. Dan kan ik je nog even één keer healen. De Sunlight is weg. Wat ik ga doen. Ik ga even een Super Potion gebruiken op een Icy. En hij is paralyzed. Daar word ik niet vrolijk van. Daar word ik echt niet vrolijk van. Maar goed. Ah, nog een Body Slam. En dan Watergun gaat door. En het is hem. Yes! En dan gaat hij. Torkoal is neer. En hij zit in zijn eentje. Alle haar eentjes. Is namelijk een lady. Alles verslagen in eentje. Lekker hoor. En we hebben een badge gekregen van Leader Flannery. Oh, ik denk beter. Ik denk dat het een beetje aan tryharden te veel. Nou, maar ja, het is net als kom. Nou ja, goed. La 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 la. Zegt van ja, ik was te streng voor mijn Pokémon. Terwijl ik normaal eigenlijk zo ben. Is mijn fout. Bladibla. Ik heb je gewoon pakjes gegeven, Flannery. Maar ik heb een heat badge binnen. Dankjewel Flannery voor de vierde badge alweer in deze serie. Als je de heat badge kan alle Pokémon tot level 50 gaan naar je luisteren. Hartstikke top. En ik kan strength gebruiken buiten battle. Dat betekent dat ik strength moet vinden. En de volgende gym is... oh, mijn vader. Nummer 5. De Lennon de VM50 in zijn pocket en is overheat. En dat is een supersterke vuuraanval. Oeh. En dan kan je af en toe niet in battle, dan kan je fighten. Ik ga die overheat meteen pakken. En ik ga hem, denk ik, leren. Overheat ga ik niet leren. Ah, Flamie. Flamie. Overheat namelijk is een 140. Jesus Christ. Ja, die ga ik leren hoor, mijn Pokémon. Holy fuck. Nou, oké, Flamie kan dus nu overheat. Maar in ieder geval, ik heb een vierde gym badge binnen. Ik zou zeggen, oh, what the fuck, kom mee ook naar buiten? Hey, mee, what the fuck doe jij dat thuis?
Dylan, nog niet gezien. Hi. Ik ben naar de Hot Springs geweest, hierboven. En ik heb de badge. Ja, je hebt gewoon je Pokémon. Race staan nog even heeft is. Ik krijg van haar de Go Goggles. Go Goggles. De item met de Go Goggles gegeven. Nog ten door de desert met route. Challenging Games. Try out. Dat weet ik niet. I bet. Oké, nou. In de Petterburg Gym. Dat is de volgende. Dan ga ik eens heen. Dat is natuurlijk die van mijn vaders. Badge 5. En dan badge 6 denk ik door de... Ja, door de zandstorm heen. Maar voordat ik het ga doen, dus door de route heen, ga ik eerst eventjes hier naartoe. Kom ik even met Pokeballs. Dan gaan we nog iets van het mooie limmer. Zijn we er klaar voor? Helemaal goed. Grieten. Oké, mensen, in ieder geval vonden dit weer een awesome episode waar ik de vierde badge binnengeslepen bij Flannery. Laat dan even een blauw duimpje achter in de video. En laat even een reactie weten wat je van de serie vindt en van de thumbnails vindt. Ik zie jullie graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Laat hem alsnog ziens en peace.